Wacht maar even. Je ziet het goed, één vleermuis. Ze overnachten steeds vaker bij het Lorenz Casimir Lyceum. En dat is een probleem volgens de middelbare school. Niet omdat ze zorgen voor overlast, maar omdat het schoolgebouw gesloopt gaat worden. Daarom heeft de school maatregelen genomen om de vleermuizen niet te verstoren. Nou, voor de vleermuizen hebben we allerlei kasten geplaatst. Hier zie je een kraamkast. In de hele omgeving zijn 8 of 9 allerlei palen, vleermuispalen en kasten neergeplaatst, zodat die vleermuizen al daaraan konden wennen en over kunnen huizen. Dus als je iets gaat slopen en je wilt iets voor terug hebben, zal je eerst moeten zorgen dat de beesten die er rondvliegen iets kunnen hebben waar ze terecht kunnen. En deze vleermuiskast is daar een mooi voorbeeld van. De kasten moeten ervoor zorgen dat de vleermuizen niet in het schoolgebouw verblijven tijdens de sloop. Ook zijn er 40 kasten aan de rand van het nieuwe gebouw geplaatst. In die kast zitten een soort gleufjes achter elkaar. Die vleermuis komt aanvliegen. Die kan er van onderuit, kruipt hij erin, kruipt hij naar boven. Kijk, op een gegeven moment krijgen ze in de gaten door trilgeluiden, door allerlei aanwezigheid van mensen en geluiden, dat er iets aan de hand is. Ja. Als gauw aan zijn gebouw trillingen komen, dan weten ze dat dan gaan ze veiligheid zoeken en dan gaan ze zoeken. En dikwijls hebben ze al heel gauw in de gaten. Als ecoloog ziet Klok al veel verbeteringen in het omgaan met de vleermuis in de regio. Al was dat vroeger wel anders. Ja, vroeger werd er gewoon manier aan gekeken. Er werd gewoon gesloopt en er werd gewoon gedaan. Er was de vleermuis gewoon, die telde niet mee, zou ik maar zeggen. Toch zijn er in de regio te weinig vleermuizenkasten. Voor Eindhoven veel te weinig. En dan ook veel, 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 veel te weinig. Zijn er meer nodig of zijn er gewoon... Veel meer nodig en vooral nodig op plaatsen waar vleermuizen huizen. Kijk, er wordt steeds meer gebouwd, er wordt steeds meer gekapt. Vooral in het najaar hoor je de motorzagen en dan hoor je rondgaan. En ze hebben totaal geen nul wat ze eigenlijk vernielen. Het biotoop van de vleermuis. De bouw van het nieuwe schoolgebouw moet begin volgend schooljaar afgerond zijn. De school hoopt dat de vleermuizen dan een nieuwe kastje hebben gevonden.